Hallo, lieve kinderen. Welkom in Dierenpark Amersfoort. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn al begonnen. Eens kijken waar we vandaag naartoe gaan. Kijk, daar is Vlinder. Vlinder wil graag verstoppertje spelen en wij mogen haar gaan zoeken. We moeten deze aflevering heel goed rondkijken, kinderen. Ga je maar verstoppen, Vlinder. Dan gaan wij eerst even kijken waar Toby en Pepper zijn gebleven. Dag, Vlinder. Toby, waar zit je? Hoi. Ah, daar ben je. Hallo. Hé, hoorde jij dat ook? Wat zit er verscholen achter die struik? Wie maakt dit geluid? Is het soms een beverrat? Een zebra? Of een stokstaartje? Kijk, het is een stokstaartje. Daar wil ik wel meer over weten. Laten we eens kijken wat de stokstaartjes aan het doen zijn. Wat zou een stokstaartje graag eten? Raden jullie mee? Ik weet het nog niet. Wat denken jullie? Oh, het zijn eieren. Stokstaartjes eten slakken en insecten. Maar voor een lekker eitje kun je ze ook wakker maken. Eet smakelijk. Ik ben zo benieuwd waar stokstaartjes wonen in het wild. Kijken jullie mee door Toby's verrekijker? Hebben jullie al een idee? Aha, daar wonen ze dus. Op de droge open vlaktes van Zuid-Afrika. Daar graven ze samen met hun familie gangenstelsels in het zand. Wow. Kijk eens goed naar dit plaatje. We gaan proberen het juiste silhouet aan te wijzen. Welk silhouet hoort bij het plaatje? Wat denk jij? Die op het rode? Het blauwe? Of op het groene doek? Weet je het al? Laten we snel kijken naar de oplossing. Het silhouet op het groene doek is juist.
Wat knap als je dat goed had. Dat was een lastige, hè? Wil je nog iets over stokstaartjes leren? Laten we dan eens van heel dichtbij gaan kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Zie jij het? Is het zijn poot? Of zijn rug? Wat denk jij? Ik ben nu wel heel benieuwd. Ach, het is een buikje. Stokstaartjes staan rechtop als ze op de uitkijk staan. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor me zoeken? Eens kijken. Waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Ah, gevonden. Daar is de veer van Pepper. Kun jij raden waar een stokstaartje van houdt? Houden ze van de regen of houden ze meer van de zon? Zal ik het zeggen? Ja? Kijk, stokstaartjes houden heel erg van zon. Lekker zonnebaden. Heb je je wel ingesmeerd? Ik heb hier een mooie puzzel. Zullen we samen puzzelen? Zie je al wat het wordt? Kijk eens wat leuk. Mooi, hè? Kijk, daar hebben we de vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij de vlinder kunnen vinden in deze aflevering? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Weet jij het ook? Zullen we eens gaan kijken waar? Kijk nou, ze zat verstopt bij de puzzel. Goed verstopt hoor, vlinder. Zo, we hebben weer veel geleerd vandaag. Jouw aflevering zit erop, vriendje. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander dier zoeken en spelletjes spelen. Dag! De beer. Zoo, zoo, story zoo, tot de volgende.